We horen al een tijdje niks meer van Tyrell Malacia en dit is waarom. De linksback staat al een tijdje aan de kant bij Manchester United en supporters die beginnen zich zorgen te maken. Ze horen al een tijdje niks meer van de oud-Feyenoorder, maar de Duitse journalist Christoffel Michel heeft nu een zorgwekkende update gegeven. Michel schrijft op de website voetbal.nieuws dat Malacia naast fysieke problemen ook met mentale problemen zou kampen. Erik ten Hag zei in december dat hij vanaf januari weer hoopte te beschikken over Malacia, maar dat is dus niet gebeurd. De situatie rondom de linksback blijft mysterieus.